ben Murat, 34 jaar, woon in Enschede. Ik doe al 15 jaar kickboksen en ja, sinds kort bij getekende Glory. Op dit moment gaat het goed. We zijn gewoon aan het werken, weet je, naar de wedstrijd toe. Dus ja, we zijn goed aan het trainen met trainingspartners. We doen wat we moeten doen. Ik ben inmiddels al 5 keer wereldkampioen en ja, ik zat hier bij One Championship. En ja, eigenlijk gaven ze niet zoveel wedstrijden daar. En toen kwam Glory met een aanbod en heb ik het gelijk aangenomen. Want het is ook hier, kan ik bij mijn eigen fans vechten. Ik heb mijn eigen fans bij me en ja, dat is veel leuker. Murat is een hele leuke vechter. Toevallig heeft hij bij mij ooit, het WFL toen de tijd, hadden we de Final 16. Daar heeft hij gevochten. En daarna heeft hij ook de Final 8 gewonnen bij mij, bij World Fighting League. En ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat hij wel een echte toernooivechter is. Qua zijn stijl, drukkende stijl, veel boksen. Waardoor je eigenlijk, doordat hij ook zoveel bokst, hij trapt natuurlijk ook wel, maar minder last van blessures aan je benen. Natuurlijk als je dan je tweede of de derde wedstrijd zou moeten vechten. Dus in principe is het wel een aanwinst voor Glory. Attractief. Ja. Ik kan me de wedstrijd herinneren nog van hem tegen Errol Zimmerman. Dat Errol hem volgens mij in de eerste of tweede ronde sloeg hij hem neer. En daarna wist hij nog steeds de wedstrijd te overtuigen. Door gewoon tandje harder, tandje hoger. Ja, het was een bikkelwedstrijd was dat. Dus ja, ik denk dat het een hele leuke aanwinst is voor Glory. Toen ik het Achmas-toernooi zag, was ik enthousiast in één keer. Want ik vind mezelf wel een toernooimens. Weet je, ik heb hiervoor ook een Achmas-toernooi gewonnen. Finale gewonnen. Dus ik was er echt inderdaad enthousiast van. Dat is ook wel een van de redenen waarom ik eigenlijk bij Glory wou. We zijn eigenlijk een jongen die vooruit gaat. Die jongen voor een spektakel, voor zorg. Weet je. Mensen die naar mijn wedstrijd kijken, ja, hiervoor altijd voor spektakel gezorgd, zeg maar. Het is eigenlijk voor mij, weet je, het maakt niet uit. Natuurlijk kijk ik wel naar mijn tegenstanders, alleen het maakt eigenlijk sowieso niet uit wie mijn tegenstander is, weet je. Onbekend, bekend, het is voor mij, iedereen is voor mij hetzelfde, weet je. Ik ga het niet onderschatten. Dus tegenstander is gewoon een tegenstander voor mij. Een spektakel, weet je, ik ga ervoor, weet je. Ik ga deze wedstrijd winnen, sowieso wil ik een keiharde debuut maken. Ik ga mijn fans een spektakel bezorgen.